Ja, en toch weet je het nooit in voetbal, vrienden. Ja, heb je het weer gezien nu? Met Feyenoord PSV? Ja, ja, ik bedoel, hoe vaak ik niet Jahan Baks, vervloekt heb. Ik ook met mijn Feyenoord hart. Hoe vaak heb ik niet gedacht, in godsnaam die Jahan Baks. Waarom hebben wij die gehaald? En wat is hier aan de hand? En hetzelfde denk ik van die Idrisi. Die waren bij AZ goed en weet ik veel. En daarna zijn die volkomen de weg kwijtgeraakt. Dat kan dus gewoon in voetbal. Weet ik veel, mentaal of zo in de war. En raakte geen kokosnoot meer. Niks. Helemaal niks. Maar dat was al bekend voordat ze bij Feyenoord kwamen. Toen wist eigenlijk iedereen al van Idrisi en Jahan Baks. Die kunnen het niet meer. Nee. En die Slot, ja, die had natuurlijk geen geld en die kon geen spelers kopen. Dus die dacht bij zichzelf, nou ja, weet je, laat ik het maar proberen. Hè? Ja, bekende God zegen de greep. Nou, dat ging hij doen met die Jahan Baks. En elke keer als die Jahan Baks dan in het veld kwam, ja, dan zat ik weer voor de tv te schreeuwen. Ja, want dan denk ik, ja, daar schieten we niks mee op. Maar ja, die Slot, die heb ook steeds gedacht van, stel je voor dat hij het ineens weer doet. Hè? Ja, Jahan Baks. En wat gebeurt er vandaag? Zo zie je maar, vrienden, je kan nog zo'n verstand van voetbal hebben. Het slaat allemaal nergens op. Voetbal is zo verschrikkelijk onvoorspelbaar. En zeker Jahan Baks, want hup. Wat doet hij vandaag? Hij scoort 2 maal. Ja, 2 keer. Jahan Baks, die ik en velen met mij in Rotterdam vele malen hebben vervloekt. Hij scoort 2 maal. En die Idrisi, die ging ook als een konijntje. Boop, boop, boop. Die huppelde er ineens langs. En die kreeg het ook ineens op zijn heup. Nou ja, vrienden. In ieder geval, voor Jahan Baks. 1 maal, hop, sorry, 2 maal, sorry, en nog een keer, sorry.